Ik ben Joep van Ieshout, ik ben kunstenaar, vormgever, ondernemer en alles doer. In mijn werk probeer ik altijd een soort parallelle wereld te creëren die gaat over de mens, over de samenleving, waar we vandaan komen, waar we nu zijn en waar we naartoe gaan. Daar gebruik ik vaak beeldhouwkunst voor. Vaak zijn het grote installaties of machines of echte sculpturen. Maar altijd hebben ze zeg maar een soort gemeen dat ze een soort alternatief vormen. En in het alternatief moet je iedere keer zelf je weg kiezen. Ik geef geen antwoorden, ik geef alleen maar rookgordijnen. Ik zit hier al in deze buurt halverwege de 80e jaren. Er is altijd heel veel ruimte geweest voor kunstenaars om te ondernemen. Het is lekker rauw nog steeds in de haven, dicht bij de stad. Het is eigenlijk een perfecte mix tussen industrie, werken, wonen en ontspannen.